Want hoe definieer jij kundalini-energie? Ja, daar gaan we het helemaal niet over hebben. En dan dat het kan worden opgeroepen, maar het kan ook zijn dat het gewoon... Het beste is als het spontaan gebeurt, want dan heeft het de neiging om te gebeuren op het moment dat het energiesysteem er aan toe is. Hoe uit het zien? Op allerlei manieren. Het meeste merk je ervan als het niet klopt, zou ik maar even zeggen. Dus als het te vroeg gebeurt. Als het gewoon lekker stroomt, ja, ontstaat er helderheid en kalmte en levensvreugde. Het is wel cool. Maar als het niet gebeurt zoals het gebeurt, dan lijkt het van alles. Er zijn een hoop chakras, dus ook in het chakra kan iets gebeuren. En om nou de hele chakra leer uit de doeken te gaan doen, daar heb ik niet zo zin in. Nee. Ik ben 20 jaar geleden mee bezig gehouden. Ja. En dat is verder ook niet relevant. De basisboodschap is: forceer niks. Onderzoek, wees open voor dingetjes, weet je wel, maar forceer niks. Ja, en nogmaals, voor mij komt heel veel van wat ik hoor of gehoord heb. Er is gelukkig niet zoveel meer, ja, trillers. Maar van die spirituele stuff allemaal, komt mij allemaal als ofwel super naïef of gewelddadig voor, zonder dat mensen het in de gaten hebben, vanuit dat dwangmatige, ik dwing mij naar iets en ik denk dat ik weet hoe het moet en zo. Het is gewoon bullshit to me. En ik weet helemaal niks en ik is een waarneming, hoe kan een waarneming iets weten? Dus ik, als waarneming, don't know shit. Net als al die andere ik. Dus die kan wel roepen van het leven zou beter zijn als, ja, ja, natuurlijk. Keep dreaming. Het uitleggen vanuit Vaita is eigenlijk in het Westen heel erg nieuw. Vandaar dat iedereen vroeger voor waarheid aannam dat je... Als je maar goed mediteerde, dat je je ego er wel uit mediteerde, bij wijze van spreken. Ik ben zelf sannyasin geweest. Dus dat ik ben ik zelf, al. Dat dacht je al. Dus ik ben 40 jaar met deze handel bezig. En toen dacht ik, nou, als ik maar goed mijn best doe, dan vanzelf. Ja, dat was eigenlijk de wijsheid. Maar daarom zo weinig mensen het weten, omdat het eigenlijk nog niet bekend is. Wat wel grappig is, wat ik me herinner, ik heb ook heel veel Osho-boeken gelezen natuurlijk, dat toen er een verschuiving was, zag ik pas dat hij in zijn boekjes her en daar waren van die dikgedrukte dingen, en ja, niet echt. Weet je wel, maar her en daar zitten er van die Advaita's in het doorheen. Ja. En dan een hele hoop gehouden hoeren over leven en energie en weet ik veel wat, en grapjes maken en gewoon... Klinkklare onzin vertellen, maar wel leuk gebracht. Weet je wel? En af en toe staat er zoiets. Maar aanvankelijk was me daar helemaal niet opgevallen. Want toen dacht ik ook nog van, ik moet mediteren. Ja, ja. Ik was vorige maand heb ik toevallig nog met Zikhalen zoeken naar de stier nog een keer uit de boekenkast. En ik denk, verdomme, ik heb het helemaal niet begrepen wat het is. Maar zo gaan die dingen, en dat heeft ook te maken met als we het over proces hebben, op een gegeven moment komt er voldoende helderheid in het energiesysteem. En dan eigenlijk pas kan een fundamentele spirituele tekst begrepen worden. Voor die tijd zit je ernaar te kijken en het komt gewoon helemaal niet binnen. Of wat ik dan mensen vaak hoorde roepen, dan zei ik van, joh, je moet niet zo gedachten lezen, dat is echt flat, dat staat gewoon hoe het is. What the fuck man, ik snap er helemaal niks van weg. Ja, het je later wel. Dus ik heb ook steeds van Bhagwan. Maar soms kon ik hem na 100 keer draaien, hoor ik toch weer iets nieuws. Ja, ja, ja. Dat is heel bijzonder. Ja. Dan heb ik toch 100 keer zeer aandachtig geluisterd. Ja, grappig. Ja. Ja. Ik heb wel nog een vraag over methodes. Maar ik zie de yoga en meditatie toch als een mooie tool om je bewustzijnsveld te vergroten. Om als het ware dus de ruit die normaal vertroebeld is, waar we naar kijken, om die op te schonen. Ja, ik weet ook niet precies wat ik er eigenlijk over wil vragen, maar het zit wel in mijn hoofd. Ik denk dat je bevestiging zoekt. Wat zei je? Ik denk dat je bevestiging zoekt, dat het oké is. Ja, het zou kunnen, ja. Ja, kijk, het is natuurlijk ook iets van, ik voel het echt heel erg zeg van binnen, dat ik daarmee bezig wil zijn. Ja, dat geeft me ontzettend veel levensvreugde.
passie. Ik ga film. Ja. Ja, ja. Als je iets wil onderzoeken, dan het handigste is om het gewoon bij jezelf te houden. Dus wat je zou kunnen doen, is gewoon opschrijven wat je net probeerde te zeggen. Ik zie yoga als een... Niet ervan uit te gaan dat het oké is of niet oké is. Ja. Maar gewoon te kijken wat daar staat. Wat je opschrijft. Ja. En dan gaan kijken waar je het onderuit kan halen. Niet om je te laten stoppen of doorgaan met yoga. Ja. Je moet gewoon doen wat je leuk vindt. Ja. Maar om te kijken wat voor ideetjes eraan hangen. En of dat wel ergens op slaat. Ja. En of dat wel klopt of dat het een verhaaltje is. Mm-hmm. Want er is niks tegen, wat dan ook. Mm-hmm. Alleen ik ga liever een rondje met de hond op een mountainbike doen, mm-hmm, dan yoga. Maar dat wil niet zeggen dat er iets tegen yoga is. Mm-hmm. Nee, ik snap het ook. En voor mij voelt het ook dat de vorm ondergeschikt is aan het bewustzijn wat daar voor mij aan ten grondslag ligt. Ja, exact. En bewustzijn, dat we wel zijn, kun je niet oefenen. Nee, maar het is wel een vorm, want ik gebruik zelf heel veel het gewaarzijn van de stilte in de yoga. Het is gewoon even een mindshift. Kijk je naar stilte of kijk je naar gedachten? Cool. Ga er net zo lang maar door totdat je ziet dat je vooraf gaat aan de shift. Dat je, jij, wat jij bent, vooraf gaat aan de shift. Want dit is hartstikke cool, maar ik ben een zakenrat, dus dat doe ik, dat is mijn vak. Het punt is dat er nog steeds dan een ik is die of shift naar bewustzijn, mm-hmm, of naar gedachten. Maar je bent geen ik, je bent bewustzijn. Mm-hmm. Ja, maar bewustzijn is zich niet altijd bewust van zichzelf. Is zich altijd bewust van zichzelf. Ja, maar dat bewust is niet, of onbewust? Dat is niet afhankelijk van de mind. Nee, maar bewust of onbewust? Bewustzijn is altijd bewust. Bewustzijn staat altijd aan. Het idee hebben dat er een verandering in de mind of zo moet plaatsvinden, is een misvatting. Mm-hmm. Daarom zei ik net van je moet dingen heel goed onderzoeken wat er nou eigenlijk gezegd wordt. Dus de neiging hier is en was om alles waarvan ik dacht dat het waar was, te gaan testen. En te kijken of het onderuit te halen was. Omdat wij kunnen onszelf zo gemakkelijk iets wijsmaken wat best goed klinkt. En omdat de meeste mensen die wij kennen totaal geen kritisch of logisch vermogen hebben. De meeste mensen kunnen niet denken. Wordt er heel snel gezegd van ja. Nou, ik nam daar geen genoegen mee. Er werd mij, waar ik opgeleid ben, ook van alles verteld. En een hele hoop dingen werkt als je gewoon deed wat er gezegd werd en ging. Met die energie bezig, had het effecten. Maar ik begon gewoon vragen te stellen. Nou, heel snel hadden ze geen antwoorden meer op. Of moest ik gewoon in het hokje, want ik ben niet degene die bepaald doet gaan. Ja, zo gaat dat hier. Niet mijn eerste leraar, maar die tweede, weet je wel. Het was gewoon, er werd gewoon constant een soort gevecht van gemaakt. En vragen stellen, ja, de vragen die de lui in de zaal stelde, want dan kom ik hier vanaf en hoe kan ik beter daarin worden. Maar ik ging echt de vragen stellen. En wat zijn vragen die je zelf kan stellen dan? Iedere vorm van bevraging, nogmaals, zet een statement neer. Bijvoorbeeld, yoga is goed voor, oké, hoe kan ik bewijzen dat het niet zo is? Mm-hmm. How can I kill it? Want alleen wat echt is en absoluut waar, is unkillable. Snap je? Al het andere is gewoon fantasie. Voor wie of wat is het goed? Yoga of Advaita of whatever. Weet je wel? Ik word er blij van. Is dat dan een... Welke ik word waar blij van? En waarom is blij een motivatie? Wat zeg je dan? Waarom is blij een motivatie tot iets? Question everything. Mm. Ja, want dan kan ik ontdekken, oh, blijkbaar vind ik het belangrijk om blij te zijn. Oké. Wat is dat? Dieper. Totdat je uitkomt bij iets wat onomstotelijk 100% altijd absoluut waar is. Nou, blijheid is nooit onomstotelijk altijd absoluut waar, want it comes and goes. It's an experience. It's not the truth. Dus niks met blijheid te maken. Weg. Dus er zijn maar twee manieren voor realisatie. Of er is spontaan de realisatie,
Of we moeten alles aan de kant vegen wat een ideetje is. Dat is niet zo leuk ook. Ja, ik vond het wel leuk, maar de meeste die, mensen die ik ken, die vinden het niet zo leuk. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het niet altijd makkelijk is om op de juiste vraag te komen. Dat klopt, daarom zijn we leraar. Ik ben bijvoorbeeld zelf heel lang bezig geweest met de vraag wanneer weet je iets? Of wat is überhaupt weten? Ja, bijvoorbeeld. En dan kom ik erachter dat weten altijd een subject en een object nodig heeft. Bijvoorbeeld. Om het zo maar te zeggen. Right. En dan onderzoeken wanneer weet je iets, is voor mij al een heel belangrijke vraag geweest. Ja, nou, het, zo kan het dus zijn dat iemand een kernvraag heeft die hij gebruikt, zoals ik vorige keer al een keer zei, als schep om te graven naar water, naar waarheid. En anders, als je geen prangende vragen hebt die keer op keer op keer maar terug blijft komen en je niet meer rust laat, dan moet je gewoon alles gaan bevragen waar je in gelooft. Dat is heel simpel. Dus je overtuiging opschrijven. Dus maak eerst maar als je dan toch wat wil doen, maak een inventarisatie van je overtuigingen. Dat doe je overigens niet in een uurtje. Er zijn nog meer dan je denkt. Weet je wel, als je zit te diep. Je begint meestal met een paar oppervlakkige dingetjes te noteren en gaandeweg kom je op fundamentele overtuigingen die bijna altijd met angsten te maken hebben en met control. Weet je wel, nou, je gaat dieper en dieper en je gaat gewoon stuk voor stuk, pak er eentje uit en je gaat ermee aan de gang tot die vernietigd is. En dat doe je ook niet in een uurtje. Nou, als die ene vernietigd is, dan ben je of wakker, of je bent nog steeds niet wakker, dan pak je de volgende. En hoe dieper de overtuiging is, dus hoe meer belang er zit naar je inventarisatie, pak degene waar het meeste belang aan zit. Die het spannendst vindt, die het zwaarst weegt. Begin altijd met het moeilijkste. Hoe verhoudt het zich allemaal tot denken en voelen? Want je gebruikt alles daarbij. Je hele wezen. En dan kom je er vanzelf achter, want voor de meeste is dit gewoon niks. Kom je er vanzelf achter hoezeer je nou werkelijk waarheid wil? Dat zal blijken uit hoe je er je toe kunt zetten om daarmee bezig te gaan. En dan weet je op zijn minst dat. Of je bij het kamp hoort van ik wil geen seconde langer leven, tenzij ik waarheid realiseer. Of tot het kamp hoor van een beetje spelen met dat fighter vind ik ook wel leuk. Wat verder oké is. Hè? Maar het is wel leuk als je het weet voor jezelf. Ik denk dat ik heel angstig word. Ja, you better believe it. Als je niet angstig wordt, dan doe je je onderzoek niet goed. De spiritualiteit gaat ook niet over je lekker voelen. Weet je wel? In de periode van zelfconfrontatie en zelfonderzoek, most of the times, your life will be fucked up. Hoe weet je dan of het zo'n gezonde energie is die... You don't. Dat je gek wordt. You don't. Ja, uiteraard. En het is niet voor niks dat de meeste mensen hier geen zin in hebben. Er zijn geen garanties. Zoals met niks overigens. Hè. Geen van ons weet of wij levend thuiskomen. Right? We don't. Maar we maken ons er geen zorgen over. Nou, als je een proces van zelfconfrontatie aangaat, ja, dan komen de demonen uit de kast. Ja, tuurlijk. En je gaat in tegen alles wat vrijwel iedereen denkt en gelooft en wil en van waarde, op waarde schat en van houdt. Dan ga je allemaal doorheen. If you want to be free. En weinig aan de hand. Most of us don't. Je wil gewoon een iets prettiger leven, een beetje volwassener worden. Top. Mediteer de oefeningen, doe wat ik in EHBO heb gezet. Denk eens na zo op een zondagmiddagje ergens over. En doe wat yoga. Dat ze goed lesgeven. Dus we kunnen er nog een paar bij. Dat is oké, okay. Blijf je lekker soepel ook. Maar meditatie leren, die zegt, blijf er met je denken van. Dat vind ik heel lastig. Wat zei die? Blijf er met je denken vanaf. Wat kan zijn dan convenient you can live, convenient you can die? Dat was een van zijn mooie uitspraken. Ja. En over yoga zei hij dan wel eens, yogi can have a good health but no wisdom. Dat was ook een van zijn mooie. Maar in ieder geval in mijn proces ben ik de afgelopen jaren zo verschrikkelijk eenzaam geweest. Dat hou je eigenlijk niet voor mogelijk. Mensen, ik heb de eenzaamheid is pas de afgelopen 2 jaar, denk nou,
nou poef, hè, nou is het, begint het over te gaan of is het over eigenlijk waar het is. Dit is ook een van de meest fundamentele angsten waarom wij er niet zo graag toe komen om dit te doen. We zijn bang alles en iedereen kwijt te raken. Je raakt iedereen kwijt, ja. Absoluut. En daarom wordt er heel radicaal door sommigen geroepen, de prijs voor waarheid is alles. Dat is niet waar. Maar het klinkt goed. En het geeft iets weer van het risico. Alleen het grap is altijd dat het ego die telt altijd wel de dingetjes die hij kan zien. Dus dan kan ik mijn vriendjes kwijtraken en mijn huisje en zo. Hij telt niet wat de prijs is voor in onwaarheid leven. Stress, angst, constant bezorgd zijn. Een hele hoop geld uitgeven aan rotzooi die je niet nodig hebt. Weet je wel, no fun. Die prijs dat wordt allemaal buiten beschouwing gelaten, net als bedrijven en vervuilende bezigheden buiten de calculatie houden en een fijne winst op kunnen voeren. Zo werkt het ego. Weet je wel, dus dat doet hij met dit ook. Ja, maar dan raak ik mijn band kwijt. Ja, maar dan raak ik